Peter Wesseling, 1-1. Kun je leven met deze stand, eindstand? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we de eerste helft gelijkwaardig waren. Wij iets meer op de helft van de tegenstander, denk ik. En gaandeweg de eerste helft zag je al wel dat zij wat meer het heeft in handen namen. En de tweede helft hebben we het eigenlijk best wel veel moeten verdedigen op onze helft. Dus uiteindelijk kan ik wel leven met de 1-1. Neem niet weg dat we die 1-1 onszelf natuurlijk aandoen. Ja, dat was wel heel erg jammer, want die penalty die was ook wel gewoon verdiend. Hè? Ali Akklar werd gevloerd. Was dit nou het verschil tussen krachtvoetbal en combinatievoetbal of niet? Ja, nee, weet ik niet. Nee, denk ik niet. Ik bedoel, ze hebben best wel veel kracht in de ploeg, zeg maar. Dat zeker, maar zeker niet het verschil. Ook zij kunnen gewoon prima voetballen. Zijn in staat om de vrije ruimte te zoeken. In staat om steeds, zeker de eerste helft, een vrije man te creëren op het middenveld aan de buitenkant. Dat hadden we wat minder voor elkaar. De tweede helft hadden we wat beter voor elkaar. Maar ja, we waren niet echt in staat om echt ballen te veroveren vanuit de counter wat te gaan doen. Wat we normaal gesproken ook kunnen. Ja, als we wat minder aan de bal zijn op de helft van de tegenstander, zijn we altijd wel in staat om vanuit het ballen veroveren, spits aanspelen, mensen eronder en lopers. Ali, Benna, Quincy, Jeremy die erbij kan komen, Stef die erbij kan komen. Maar zijn we eigenlijk niet aan toegekomen vandaag. Dat waren wel steeds hele mooie acties, met name daar aan de rechterkant. Daar genoot het publiek ook van. En met name in die beginfase, die eerste 5 minuten. Ja. Die had erin gemoeten. Ja, die had erin gemoeten. Van Tim, volgens mij. Had erin gemoeten. Neem niet weg natuurlijk, zei de tweede helft. Die kopbal aan het einde was natuurlijk ook een kans die er gewoon aan je moet. Dus over en weer, ik denk 1-1, dat iedereen daarmee kan leven. En ook wel conform het wedstrijdbeeld, Perspectieven voor aanstaande zaterdag? Ja, zeker. We zitten er nog vol in. Ja, dus ze hebben het thuisvoordeel. Wat dat gaat brengen. Ze hebben natuurlijk ook tegen Sportlus 0-0 gelijk gespeeld. En thuis echt wel het verschil kunnen maken, zeg maar. Gaandeweg de tweede helft. Kijken hoe wij daar al tegen opgewassen zijn. Namens DVS TV, heel veel succes aanstaande zaterdag. Dankjewel, Piet.